De vorige keer hebben we het gehad over energie, verschillende typen energie. We hebben het gehad over zwaarte-energie. Dus als iets een bepaalde hoogte heeft, heeft het zwaarte-energie. En dat kun je. Je hebt ook kinetische energie, bewegingsenergie. Als iets beweegt met een bepaalde snelheid, heeft het ook energie. En hoe zwaarder iets is, hoe meer energie iets heeft. En we gingen dat ongeveer meten. Dat kon je een beetje makkelijk zien op het moment dat je ging kijken hoe erg iets stuk ging. Weten we nog? Dus iets wat van een bepaalde hoogte komt, hoe meer het stuk maakt, hoe meer energie het eigenlijk heeft. Die energieën kun je ook in elkaar omzetten. Dus energie, dat moet je eerst even leren. Energie is een grootheid en die blijft behouden. Dus energie. De energie van een systeem blijft behouden. Ik kan het wel omzetten. Dus ik heb een bepaalde energievorm en die kan ik omzetten in een andere energievorm. Ik heb nog steeds evenveel energie, die blijft behouden, maar ik kan het dus in elkaar omzetten. Een voorbeeld is, als ik dus bijvoorbeeld hier mijn stift heb en die hou ik buiten het raam, dan heeft die energie op dit moment, als ik hem uit het raam hou, namelijk zwaarte-energie, hoogte-energie. Waarom? Hij hangt in de lucht, hij heeft een bepaalde hoogte. Op het moment dat hij dus naar beneden gaat en op de grond terechtkomt, op het moment dat hij bij de grond is, heeft hij geen zwaarte-energie meer. Snappen we dat? Ja. Hij heeft dan wel iets anders gekregen. Vlak voor de grond. Bewegingsenergie, hoe zie je dat? Nou, want het gaat niet stuk. Ja, je ziet hem ook gewoon bewegen. Ja, je ziet hem bewegen. Dus als ik hier bijvoorbeeld een gebouw heb, een toren, en hierbovenop heb ik een object, dan noem ik dit punt even. Dan noem ik dit punt hier bovenin even positie A. En op dit punt heeft hij dus alleen zwaarte-energie. Op het moment dat ik hem dus niet gooi, dan zet ik de formules er even bij. Voor kinetische energie was het een half mv kwadraat. En voor zwaarte-energie, hoogte-energie, is het m keer g keer h. Hij heeft hier. Dus als ik in positie A ben en ik heb geen snelheid, dus mijn V is 0, is de kinetische energie automatisch ook 0. Dus ik heb hier geen kinetische energie. Ten opzichte van de grond heb ik wel een bepaalde hoogte. Laat het voor het gemak even 10 meter zijn. Dus mijn hoogte is er wel. Ik heb ook een massa. Ik ben op aarde, dus ik heb ook een last van de gravitatie. Dus ik heb hier wel zwaarte-energie. Dus zo kan ik beslissen of ik ergens een bepaalde vorm van energie heb. Nou gooi ik dat ding naar beneden. Wat het ook is, dus even een baksteen voor mijn gemak. En als het hier beneden komt, dan noem ik dit punt even positie B. Op positie B is zijn hoogte nu opeens 0. Dus als dit getal 0 is, dan vervalt deze hele energie. Dus hij heeft op dit moment geen zwaarte-energie meer. Maar vlak voordat hij de grond raakt, heeft hij wel een bijzonder hoge snelheid. Dus dat betekent dat hij nu wel snelheid heeft. Hij heeft nog steeds een massa. Dus hier beneden heeft hij nu alleen nog kinetische energie. En omdat ik heb gezegd dat energie blijft behouden, dus de energie blijft behouden, kan ik zeggen, de energie die hij bij A heeft, moet gelijk zijn aan de energie die hij bij B heeft. Oftewel, als ik dit uitwerk, de energie bij A is de zwaarte-energie bij A, moet gelijk zijn aan de energie bij B, en dat is kinetische energie bij B. Nou is de energie behouden. Die totale energie is nu omgezet. Als ik die formules daarvoor ga invullen, dan kom ik mg, de hoogte bij A, is gelijk aan een half mv in het kwadraat bij punt B. En ik gebruik die subscriptjes even, want dat is voor mij even duidelijk waar ik nou precies de hoogte van pak en waar ik nou precies de snelheid pak. Dus nu kan ik opeens dingen gaan uitrekenen. Namelijk, stel nou dat, of ik begin even met één conclusie. Aan beide kanten van de is staat een m. Dus ik kan beide kanten delen door m en dan valt de m weg. Snappen we dat zo gauw? Dus mijn nieuwe formule wordt nou GHA is een half VB in het kwadraat. Mijn hoogte was hier 10 meter. Dus ik ga eens even uitrekenen hoe snel ben ik dan als ik dus beneden ga. Hoe snel gaat mijn object als ik beneden ben? Dus ik wil nou de V bij B eigenlijk weten. Dus ik moet beide kanten eerst keer 2 doen. En dan valt die half weg, snappen we dat? Beide kanten keer 2, dan valt die half weg. Dus krijg ik
2GH bij A is VB in het kwadraat. Nu moet ik dat kwadraat nog weg hebben. Wortel aan beide kanten. Dus dan krijg ik wortel 2GHA is VB. Dit is even een afleiding. Dit is nogal wat werk. Je hebt nu gezien hoe het werkt. Wat gek is, en dat heb je eigenlijk nog nooit beseft, misschien. We hebben het er wel eens vaker over gehad. De massa heeft hier geen invloed. Wat voor object ik hier ook van boven naar gooi, al is het mijn pennendop of het is een volledige auto, de snelheid beneden is gelijk. Hoe kan dat? Zwaartekracht, dan wordt met dezelfde kracht naar beneden getrokken. Ja? Ik verwaarloos de weerstand. Ik heb hier nog niks over weerstand gezegd. Dus ik ga hier voor mijn gemak even vanuit dat er geen weerstand is. En we zullen straks zien dat voor grotere objecten, als ik dus bijvoorbeeld een auto inderdaad naar beneden gooi, die heeft op dat korte stuk te weinig last van de weerstand. Dus dan gaat het wel werken. Dit kan ik bijvoorbeeld niet met mijn pennendop doen. Die komt met een veel mindere snelheid beneden. Akkoord? Gaan we straks ook even, dat doen we volgende ronde even, maar eerst even nu verder werken. Wat voor snelheid heb ik dus beneden als ik die 10 meter afleg? Even uitrekenen, als ik dit nu invul. De snelheid bij B is dus de wortel uit 2 keer 9,81 keer 10. En dat is 14,0 meter per seconde. Ja. Oftewel, hoe snel ga ik dan? Kilometers per uur even voor mijn idee. 3,6. Keer 3,6. 50,4 kilometer per uur. Is dit een realistische waarde? Ja. Dus als ik iets van het dak afgooi en onze school is ongeveer 10 meter hoog, dan betekent dus dat dat beneden aankomt met 50,4 kilometer per uur, wat ik ook van het dak afgooi. Ja. We zitten alleen met een klein probleem. Hier buiten is wel lucht, dus we hebben hier wel last van wrijving. Maar in feite gaat het dus zo hard naar beneden. Dus ik kan nu overal uitrekenen hoe hard of ik ga.